Hoi, mijn naam is Dini de Zeeuw en vandaag ga ik werken met houtskool. Ik heb met potlood alvast deze uil geschetst en ik ga nu met houtskool er vorm aan geven. Dit is het zachte houtskool waar je mee werkt, of waar ik nu mee werk. Dat breekt vrij snel als je iets te hard knijpt. Dat wordt ook niet zo heel erg zwart en het is mooi om daar de basis mee op te zetten. Je hebt ook nog geperst houtskool en dat is een stuk harder en ook zwarter. Ik ga met terpentine nog even langs wat lijntjes op. Op die manier kan ik het wat mooier accentueren en uitwrijven. Als het droog is, ga ik daar met mijn geperst houtskoolstaafje overheen. Houtskool heb je in verschillende gradaties, net zoals bij de grafietpotloden. Je kunt het dus ook in verschillende hardheden krijgen, tenminste de geperst houtskool. Op het moment dat ik met terpentine over mijn tekening heen ga, fixeer ik dat stukje eigenlijk ook. Dus dat is makkelijk, want als het droog is, kan ik daar dus weer makkelijk overheen. Het voordeel van terpentine is dat het papier niet bobbelt, zoals bijvoorbeeld bij water. Natuurlijk kun je ook water gebruiken bij houtskool, maar dat moet je gewoon even zelf kijken hoe dat valt en hoe dat uitpakt. Het is heel erg leuk om daar gewoon even mee te experimenteren. Ik gebruik gewone synthetische kwastjes, zachte kwasten, om met de terpentine over de houtskool heen te gaan. Verder maak ik gebruik van een elektrische gum en van mijn kneedgum. Kneedgum beschadigt het papier niet, dat is dus erg prettig om te gebruiken. Met de elektrische gum kan ik net even iets meer en iets verfijnder wat weghalen. Als je met houtskool werkt, moet je rekening houden dat je geen schone vingers hebt. Ik veeg ook veel weg met mijn vingers. Moet je wel even uitkijken dat je geen vettige vingers hebt, want anders dan raakt het papier daar een beetje van vol en dan pakt de houtskool niet meer. Houtskool is natuurlijk een droge stof en vettige achtergrond of ondergrond werkt gewoon niet zo goed met een droge stof zoals houtskool en pastel. De achtergrond veeg ik ook op deze manier mooi uit, waardoor er meer diepte gaat ontstaan. En de uil op deze manier wat verder naar voren komt. Omdat je natuurlijk alleen maar in grijstonen werkt, heb je gewoon wat meer met die scherpte diepte te maken. Je moet er wat meer mee doen dan met kleur. Dit is wat makkelijker met kleur, dan vind ik tenminste, dan met grijstonen. En ik laat dan ook duidelijk het wit van papier ook er doorheen komen, om dan die extra lichtval te kunnen pakken. Waardoor je dus meer scherpte diepte of diepte in je tekening gaat krijgen. Verder is het natuurlijk belangrijk dat je in de richting van de veren gaat werken, zodat het wel allemaal klopt. Op die manier krijg je ook vanzelf weer wat meer diepte in je werk. Het handige is om, als je zwart-wit gaat tekenen of schilderen, om ook je foto om te zetten met een fotobewerkingsprogramma in zwart-wit. Op die manier is het gewoon veel makkelijker om al die tonen eruit te halen dan dat je vanaf een kleurenfoto moet werken. Uiteindelijk fixeer ik wel de hele tekening, omdat natuurlijk niet alles is geraakt door de terpentine. Als je dat niet doet, dan heb je de kans dat je het per ongeluk wegveegt, uitveegt. En dan is je tekening weg en dat is ontzettend jammer. Zou ik zeker niet doen, dat risico. Dus gewoon lekker fixeren. Ik heb hem gewoon in mijn schetsblok zitten. Ik heb hem er ook nog niet uitgehaald, maar doordat ik hem heb gefixeerd, geeft hij verder ook niet meer af. Nou, dit was mijn tekening van de uil in houtskool. Als je het leuk hebt gevonden, geef het een dikke duim. Laat een reactie achter, ik reageer altijd terug. En tot de volgende keer.